En voor ons feest, want dat was weer een geweldige ontdekking. Je ziet, het is 1560 onderin, zie je het jaartal staan. Ja. En nu zijn we 2008 inmiddels. Hoeveel jaar is dat? 448 jaar. Al die tijd hebben we eigenlijk niet geweten wat er stond. Maar degene die dat glas gemaakt heeft, die moet dat wel geweten dat hebben. Dat is de vraag. Je weet dat dit een Vlaamse glazenier is uit Antwerpen, ja. Dichtman Meinhard. Laat er nou een hele grote Joodse gemeenschap in Antwerpen wonen. Ja, weet ik. Ik heb het nagevraagd bij het Joods Historisch Museum. Er is ook een decreet geweest dat ze allemaal weg moesten. Maar 7 jaar later, dan zitten er nog steeds 80 familie. Dus, en als je weet dat voor een glazenier het traditie is om Joodse schriftgeleerden af te beelden met Hebreeuwse letters op de kostuums, ja, had hij gewoon Hebreeuwse letters nodig. Dus wat is er logischer, lijkt mij, dat zo'n inventor, de tekenaar of de glazenier zelf, gewoon naar de rabbi ging aan de overkant van de straat, zeg maar. En vroeg van, kunt u mij even wat Hebreeuwse letters aanleveren? Want ik heb die nodig voor een glasschildering in Gouda. Heeft die rabbi waarschijnlijk gevraagd, ja, waar gaat het verhaal over? Nou, ik moet de 12-jarige Jezus in de tempel. En in Joodse oren, 12-jarige in de tempel, als je 12 bent en je wordt 13, weet je wat je dan wordt in Israël? Geen idee, een soort opgenomen worden in de kerk, communie doen, iets in die strekking. En dat heet bar mitzwa. En dat vier je heel uitgebreid met de familie. Als je meisje bent, is het bat mitzwa overigens. Ja. Met cadeautjes dan natuurlijk. Tuurlijk, en dan, nou, dan zal ik je zo vertellen wat de volgende ontdekking is. Dat was namelijk een mevrouw die kon lezen in de man in het geel onderaan. Daar zie je ook die letters staan. Ja. Daar kon ze lezen. En ik hoorde haar nog zeggen, we shall party. Ik zeg, I beg your pardon. You know, we shall dance. Ja, feestje. We zullen dansen. Ik denk, nou, dat vind ik wel helemaal spannend. Hè? Ja. Toen ontdekte weer iemand ietsje hoger op de taille van die man in het geel. Ha-ava, dat betekent liefde. Nou, dat is altijd goed, hè? En helemaal links in het groen, na-aze, we zullen doen. Na-aze, shalom, dat betekent bijvoorbeeld laat ons vrede maken. Hè? Nou, je spreekt ook steeds beter Hebreeuws, hè? We zullen doen. Maar wat zullen we nou doen? Nou, en dat was even het probleem. Wat is nou precies de samenhang, hè? En dat wisten we niet. Tot het moment dat er hier een familie kwam uit Israël. Ik heb er zelf een jaar gewoond, dus ik kan horen aan de manier waarop ze Engels spreken dat ze uit Israël komen. Het accent, hè, zoals wij ook zeggen, Dutch in plaats van Dutch. Weet je, dan hoor je, oh, dat zijn Hollanders en dit zijn Israëli's. Ja. Dus ik zeg, bokker tof, manigsma, goedemorgen, hoe is het ermee? Ah, joffie, ben je very vriend, vragen ze dan. Spreek je Hebreeuws? Ik zeg, hallo, ik spreek geen Hebreeuws. Een paar woorden. Net zoals kijken, niet kopen, weet je wel. En ik zeg, leuk dat u er bent. Ja, zegt dat jongetje. Er was een jongetje bij, van zo groot. Hij zegt, ik ben bar mitzwa geworden. En mijn ouders hebben deze vakantie naar Nederland aangeboden om het te vieren. We zijn net in het Anne Frank huis geweest in Amsterdam. En we hebben op het internet gezien dat hier Hebreeuwse letters zijn. Is dat zo? Ik zeg, ja. Toppie zeg. Ik zeg, ken. Betekent ja. Nou, willen die graag zien? Ik zeg, jij bent bar mitzwa geworden. Ik zeg, hier heb jij een verrekijker. Als je bar mitzwa bent geworden, dan word je verondersteld om het oude Hebreeuws te kunnen lezen. Dan moet je dus in de synagoge moet je het kunnen voorlezen. Hè? Dan ben je dus, zeg maar, als het ware volwassen. Nou, dus hij heel trots met die verrekijker naar binnen. Ik zeg, ik mis nog een paar woorden. Die man in het rood daar, die heeft een boek in zijn handen, zie je wel? Daar staan Hebreeuwse letters in die we nog niet ontdekt hebben. Zou jij die voor mij kunnen lezen? Mag ik even kijken? Ja. En het leuke is, dat kinderen die bagage niet hebben die wij wel hebben. Die zijn helemaal onbevooroordeeld. Dus het jongetje stond hier en hij keek en hij zegt, to read and precious. Dus lezen en kostbaar. Ik zeg, joffie, beseder. Ik zeg, het is kostbaar om dit te mogen lezen. Hè? Ik zeg, maar wat is nou de samenhang? Hij zegt, nou, u zegt, dit is Yeshua, dus dit is Jezus, die 12 is. Nou, dan word je 13. Dan doe je het bar mitzwa. En hoe doe je dat? Dan dans je hand in hand met de boeken van Mozes. In liefde voor het woord van God. Hij zegt, I've done it myself just a couple of months ago before the Wailing Wall in Jerusalem. Ik heb het net een paar maanden geleden zelf gedaan, voor de klaagmuur. Want die
dat is het leuke ook, die klaagmuur is eigenlijk een restant van de vroegere tempel. Die tempel, gebouwd door koning Herodes, waar ook Jezus binnenging. Nou, kan je je voorstellen wat er dan gebeurt bij jou, bij mij dan in dit geval, dat dan een Joodse jongen, mij, ik wil niet zeggen oude schriftgeleerde, maar hier staat te vertellen, het Corpus Vitriarium, een internationaal academisch gezelschap, die zegt het is niet te lezen. En hij zegt, nou, dat is toch logisch, het is toch glashelder. Dit is de 12-jarige Jezus die gewoon bar mitzwa gedaan heeft. Je zou haast denken dat het jongetje Jezus was. Nou, bijna wel, ja. Ja, ik sta, daar stond ik echt... Zo, omdat je helemaal... Dit is niet te geloven, ja. Maar goed, dat is het bovenste gedeelte van de glazen. Ja. Dat onderste gedeelte, hoort dat erbij of is dat apart? Wat zegt dat? Nou, dat is altijd de schenker, hè. De glazen zijn allemaal gesponsord. Ja. Niets nieuws onder de zon. En dan zien we de abt van het klooster Mariënwaard bij Beest. Je ziet ook het wapen links. Ja. Mariënwaard, dus hij knielt voor een duidelijke Maria-gestalte, een Madonna. Ja. En ook wel heel grappig, daar zie je rechts zie je daar een wezen. Jarenlang, het is niet eens over gesproken in de boekjes, maar is dat gewoon een engeltje? Nee, het is een bengel. Want als je het karton bekijkt, de originele werktekening, daar zit nu een brugijzer over. Maar als je dus op het karton kijkt, dan zie je dat hij geen voeten heeft, maar een soort vliezen. En eigenlijk is het een demon. Oei. Hier wordt eigenlijk in het kort uitgebeeld de strijd tussen goed en kwaad. Want helemaal voor in het eerste boek, weet je nog in het Hebreeuws hoe het heet? Bereshit. Daar staat dat na de zonneval zegt God, ik zal vijandschap zetten tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Dit zal de kop van de slang vermorzelen. Dat is ook gebeurd op Golgotha, betekent letterlijk schedelplaats. Weet je wel, de executieplaats. En de hiel bij het zaad van de vrouw. En dat is ook letterlijk, hè? De hiel, de hand en bij de kruisiging. Je hebt ons weer een stukje wijzer gemaakt over de goudse glazen. Dank u wel.